gemeenschap. En daar wil ik dus ook graag voor een deel met u op inzoomen. Want faunabeheer wordt in de volksmond, in de beleving in Nederland, als je het aan het publiek vraagt, dat is jacht, dat is afschieten. Maar goed, wij weten hier allemaal, jacht en populatiebeheer met ondersteunend afschot zijn totaal verschillende dingen. Dat vereist nog wel eens wat uitleg bij deze en gene. Maar dat ondersteunend afschot, daar zijn allerlei regels aan verbonden. Niet, het is niet een doel, maar een middel. De noodzaak van het afschot moet zijn aangetoond. En er mogen geen alternatieve opties zijn. Ten slotte is ook de gunstige staat van instandhouding van de soort die je gaat beheren, moet geborgd zijn. Nou, de wetgever heeft internationale natuurwetgeving vertaald naar de wet natuurbeheer. Daarin wordt eigenlijk alleen maar gesproken over het areaal. En het aantal individuen van een populatie mag niet te hard achteruit gaan. Ik hoop in de komende kwartier duidelijk te maken dat juist genetische processen vele malen belangrijk zijn voor je vitaliteitscriterium. Wanneer praten we over een gunstige staat van instandhouding? Nou, dat beheer dat vereist ook een zorgvuldige onderbouwing en een transparant afweegkader. Ook daar ga ik straks wat van laten zien. Wat zijn bijvoorbeeld sleutelfactoren voor het ontstaan van schade? Wat zijn sleutelfactoren die we kunnen inzetten qua mitigatie om schade en overlast tegen te gaan? En tenslotte een gedegen inzicht in de populatie. Niet alleen hoeveel lopende, maar ook je leeftijdsklasses, je geslachtsverhoudingen, dynamiek. Al die facetten zijn belangrijk voor degelijk populatiebeheer. Dit is eigenlijk mijn werk als ecoloog bij Wageningen Research. Wij praten over populaties en dan gaat het over hoe kan ik ze vergroten qua aantallen en hoe worden populaties beperkt. Voor de wolf mogen duidelijk zijn, op dit moment groeit die populatie door voortplanting en door immigratie vanuit Duitsland. Als we het gaan hebben over de edelhert, de hoofdrolspeler van mijn verhaal vanmiddag, dan hebben we het eigenlijk niet over immigratie, want wij hebben de herten opgesloten in gebieden waar ze niet in en uit kunnen, een incidentele uitzondering daar gelaten. Kortom, het was volledig bepaald door voortplanting en sterfte. En vooral die sterfteknop doen wij volledig zelf. Er gaat vrijwel geen hert dood, anders dan door proactief afschot. Dit plaatje liet Gerrit-Jan Spek net eigenlijk ook al zien. Dat is dus waar zit je populatie? En dan hebben wij het vaak dat populaties, als ze eenmaal aanslaan, kunnen ze doorgroeien tot de draagkracht van het systeem. Maar voor hoefdieren bepalen wij het maatschappelijk draagvlak. En dat betekent dat je ze hier houdt. En dat is tevens de fase in de curve waar de groei het snelst gaat. De populatie wordt niet door onderlinge competitie en concurrentie zelf kort gehouden. Maar dat zien we dus ook bij de herten. Vrijwel elke hind op de Veluwe, elk jaar een kalf. En laat duidelijk zijn, dat is zeer onnatuurlijk. We hebben het dus, als we het hebben over de discussie, ook altijd over draagkracht en draagvlak. En draagvlak is iets wat we in een land als Nederland met heel veel menselijke belangen natuurlijk belangrijk vinden. Maar, Jacob gaf het net ook al aan, we hebben allerlei internationale en nationale wetten en regels daaromheen. Dus die zijn ook ontzettend belangrijk. Vraag die wij als ecologen dus ook stellen aan het faunabeheer. Draaien we aan de juiste knoppen en draaien we op de juiste manier aan die knoppen? Hoop ik u zo ook nog wat inzicht in te geven. Gunstige staat van instandhouding. Een van de problemen is ook altijd definities. Want dit is een ambtelijke term. In Brussel heet dat FCS, Favorable Conservation Status. En dan praten ze over FRR en FRS, Favorable Reference Range en Reference Status. Lang verhaal kort, ecologisch gaat het om de minimale levensvatbare populatieomvang, MVP. En eigenlijk moet je daar ook nog een E aan toevoegen. De effectieve, want u weet ook bij een edelhert, polygame soort, niet elk individu draagt bij aan genenoverdracht. En dat is direct van belang voor hoe je dus ook met zo'n populatie om moet gaan. Genetische variatie. Heel simpel, hoe kleiner een populatie, hoe harder je genetische diversiteit onderuit gaat. In een zaal als deze kunnen we misschien 3 rondjes willekeurige partnerkeuze doen, maar daarna zijn we allemaal familie van elkaar. Kortom, grote populatie omvangen, dan wel goede onderlinge uitwisseling, is cruciaal voor vitale populaties. Dus naar de wetgever terug, het gaat niet alleen om voldoende groot leefgebied en voldoende individuen, het gaat om je genetische processen. Zijn er voldoende dieren, is er voldoende onderlinge uitwisseling en is willekeurig proces, survival of the fittest, selectie en adaptatie mogelijk of schieten we dat letterlijk aan barrels?
Voor de student, maar wellicht ook voor andere mensen. Ik laat her en der boeken zien. Wat mij betreft verplichte kost. Ja. Ik wil niet te stellig zijn. Het lied van de dodo van een van de beste wetenschapsjournalisten. Waanzinnig als jullie het willen hebben over hoe is evolutie en populatiebeheer en behoud vormgegeven op onze prachtige planeet Aarde en wat kunnen we daarvan leren. Terug naar deze prachtige soort op de Veluwe, het edelhert. En we kijken meestal naar dit, vechtende herten, want dat vinden we prachtig. Laat één ding duidelijk zijn, bij sociale diersoorten is vrouwelijk leiderschap de norm. Dit is allemaal hartstikke leuk, dat gevecht, maar het is poeha voor de buren, de hinde bepaalt. En dat geldt voor alles. Orka's, olifanten, dolfijnen, mensen, mensapen en wolven. Sociale diersoorten, vrouwelijk leiderschap is de norm en matriarch, levenservaring is dus ontzettend belangrijk. Mijn vraag aan de beheerders, weten jullie als jullie een volwassen hinde schieten of je de matriarch pakt of een willekeurig vrouwelijk stuks edelhert? Ontzettend belangrijk. En voor de studenten nogmaals, dit is jullie bijbel als je meer wilt weten over het edelhert. En de subtitel is alleszeggend, Behavior and Ecology of Two Sexes. Man en vrouw, totaal ander leven, totaal ander metabolisme. En fantastisch hoe dat in één ecosysteem vormgegeven wordt en hoe die twee dat totaal anders uitvoeren. We hebben natuurlijk heel lang het populatiebeheer gaan aan van een beetje een trofeejacht. Er zijn prachtige boeken, ook van voorgangers van ons instituut, Wenner, het IBON destijds. Wat is een klasse A-hert, wat is een C-hert, een artsbederven die je zo snel mogelijk uit moet schieten. Laat duidelijk zijn, genetische variatie is je leidraad. Dit is mooi onderzoek uit Rum Island en dan zie je dat gewoon de overleving van eerstejaars kalveren spectaculair onderuit gaat met toenemende mate van inteelt. Vanuit Wageningen heb ik ook een genetisch onderzoek gedaan aan de edelhertpopulatie. Vanwege de tijd ga ik daar niet op in. U kunt het daar teruglezen. Daarnaast het proefschrift van Joost de Jong van Wurp, ook ontzettend belangrijk. Maar je beheer zou dus moeten gaan op het voorkomen van inteelt, verlies van genetische variatie en juist het sturen op natuurlijke processen als genetische selectie en adaptatie. Dit is de kaart van de Veluwe en Oostvaardersplassen, de belangrijkste leefgebieden van het edelhert in Nederland. En u ziet in reet rood de roodwildrasters. Duidelijk verhaal, op de Veluwe, ondanks dat we denken dat het één groot aaneengesloten verhaal is, hebben we hierop ontzettend veel hekken die substructuur ook nog eens mogelijk maken. Dat is dus anders dan in de Oostvaardersplassen, waar willekeurige partnerkeuze veel meer de norm is en was. Wij hebben voor het edelhert uitgerekend wat de gunstige staat van instandhouding is, ook wel minimum levensvatbare populatieomvang genaamd. En schrik niet, dat is voor een gesloten populatie als de Veluwe of de Oostvaardersplassen 4000 individuen. Ik weet niet of er politici in de zaal zitten, maar die zullen misschien zich achter de oren krabben. Wij halen nergens in Nederland 4000 herten die onderling willekeurig hun ding kunnen doen. Voor een metapopulatie, en dat is een wat moeilijkere term, maar wat we daarmee bedoelen is een populatie waarbij onderlinge uitwisseling mogelijk is. Technisch gezien één migrant per generatie die de andere populatie weet te bereiken en niet alleen dat, maar ook daar aan voorplanting mee te doen, want dat is natuurlijk waar het uiteindelijk om gaat. We hebben een rapport geschreven, Jan de Oude is al een paar keer genoemd, hij is volgens mij vandaag niet aanwezig helaas, maar een van de beste mensen wat mij betreft op bosbeheer. Dit rapport moesten wij maken in opdracht van de provincie Gelderland, want zij hadden daar een aantal natuurdoelstellingen. Eén daarvan is vitale populaties hoefdieren, de andere is natuurlijk de bosverjonging van eik en beuk, net in de vorige lezing ook al iets over gehoord, en die twee botsen. Want de Veluwe is zo klein dat je niet én vitale bossen kan hebben met bosverjonging en een levensvatbare edelhertpopulatie als we de hekken dicht laten staan. Aanraden dus dat rapport. Ook de FBE Gelderland heeft een rapport gemaakt over het hoefdierbeleid en hun advisering daarin, of in ieder geval een van de thema's is, dat in hun beleving 150 edelherten volstaat voor een gunstige staat van instandhouding. Het mogen duidelijk zijn dat de wetenschap daar een ander idee bij heeft. Dit is een plaatje wat eigenlijk alleen maar illustreert dat het afschot in Nederland fors is. Plaatje van de NOS en het laat zien dat we in de duinen 44%, 90% van de damhertens, 72% van de zwijnen, 61% van de herten schieten. Dit is fors. Dit is van afgelopen maand van de Veluwe, Vereniging Wildbeheer. En dan leest u historisch hoog afschot gerealiseerd op de Veluwe. Belangrijk.
Want als we het hebben over selectie en adaptatie, dan hebben we het over een natuurlijk proces. Dit, we gaan weer naar Rum Island, weer naar Schotland, waar nog gebieden zijn waar de edelhert het helemaal zelf mogen bepalen. In 40 jaar tijd werd het worpmoment van kalveren bij edelherten met 2 weken vervroegd als aanpassing aan klimaatverandering. Onthoud, selectie en adaptatie in een natuurlijk systeem. Mijn vraag aan de zaal, en dus wellicht illustratief voor vandaag. Indien een hoefdierpopulatie jaarlijks 35-80%, een beetje afhankelijk van of je naar de herten of naar de zwijnen kijkt, willekeurig proactief wordt geschoten. Kan daar nog een proces als survival of the fittest, selectie en adaptatie plaatsvinden? Ik kan u het antwoord verklappen van de afdeling genetica van de WUR. Dat antwoord is natuurlijk nee, dat kan niet. Een tweede proces, wat ik steeds belangrijker vind, als ecoloog zijn wij opgeleid met de knoppen die ik net liet zien, voorplanting, sterfte, immigratie, wat vreet zo'n dier, wat slaat hij, wat zijn zijn bedreigingen, etc. Gedrag wordt steeds belangrijker. Wat doet intensief afschot in sociale groepsdieren met de groepsstructuur en het welbevinden? Mag wat zweverig klinken, maar we weten steeds meer. Bijvoorbeeld een artikel over het gebruik van tools bij in dit geval een zwijnachtige, wat een hele belangrijke indicatie is dat het dus sociaal hoogintelligente dieren zijn. Dat weten we al, want ze zijn intelligenter dan honden en daar gaan we toch iets anders mee om. Daarnaast mijn grote held, Frans de Waal, zijn wij slim genoeg te weten hoe slim dieren zijn. Leesvoer voor de student. Dit plaatje laat zien dat we in Nederland al zo'n 85% van de biodiversiteit kwijt zijn. Nou, we hebben het van bij Leo en Gerrit Jan gezien. Shifting baseline syndroom, het continu weer bijstellen van wat is jouw referentiekader, wat dat doet met wat jij vindt of denkt dat normaal is. Het beste tegenhanger van het IPCC wat over klimaat gaat, heeft er ook een waanzinnig internationaal rapport over geschreven hoe slecht het met de biodiversiteit gaat. Een van de factoren is overbejaging. Wat ik vandaag wil laten zien is dat we zijn weliswaar heel veel soorten kwijt, maar veel belangrijker daarbij is dat wij de interacties tussen die soorten kwijt zijn. En dat laat dit plaatje mooi zien. Yellowstone National Park, ook al bij vorige sprekers even langsgekomen. Groot, enorm groot gebied. Geen mensen, geen menselijke invloeden. Wel